Hoi allen, ik ben Tim en in deze video hebben we de laatste opvallende dingen van aflevering 7. We bespreken onder andere alle afleveringstitels die het beste wijzen naar één persoon, de stem van de mol, de podcasttheorie die beter is aangevuld en de testresultaten van Ranomi vallen heel erg op. Om deze video natuurlijk even te beginnen, ik kreeg extreem veel reacties over de vorige video dat het natuurlijk niet kon dat Jure een rood scherm had bij de molgeldkoffers. Dat is natuurlijk ook best logisch aangezien Daniel, Nabil en Soy de hoogste bedragen hadden bemachtigd. En ik wil hier even excuses voor aanbieden voor een foute hint. Dan heb ik nu van alle afleveringstitels een schema gemaakt met de focus op Jure. Het valt namelijk erg op dat de afleveringstitels heel erg eng allemaal goed kunnen leiden naar Jure als mol. Eigenlijk net zo eng als een normale mol. Verbinding bijvoorbeeld. Jure verbindt de kisten goed samen en verdient geld. Dat was de afleveringstitel van aflevering 1. Kunstgreep, de afleveringstitel van aflevering 2. Jure maakt de foto's in de propshop op de verticale manier. Spelbreker, naam van aflevering 3. Jure breekt het spel samen met Daniel en Soy om voor de jokers te kiezen in plaats van geld. Daarnaast breekt hij als enige het ijs met zijn handen in plaats van met de pikhouwbeel. Hij is dus echt een spelbreker. Dan de naam van aflevering 4, weglopen. Jure is natuurlijk de enige die wegloopt van Rick na het maken van de test en na het stukje dat Rick de kandidaten toespreekt. Aflevering 5, portretten. Jure portretteert zichzelf aan Daniel en Ranomi. Hij omschrijft zichzelf en dan hij omschrijft zijn eigen kledingstijl aan Daniel en Ranomi. En die schrijven dat vervolgens op het bord van de kerkgangers. Dan aflevering 6, Leidensweg, vraagteken. Jure hoeft samen met Daniel de eliminatie niet bij te wonen. Zijn lijden is dus weg. Dan aflevering 7, inzichtelijk. Jure is in zicht op minuut 19:35 en dat is het geldbedrag uit opdracht 2. Daarnaast is hij heel inzichtelijk in het maken van de test. Hij wilde namelijk eerst iets op zichzelf invullen en daarna juist weer niet. Het is natuurlijk heel erg heftig dat alle afleveringstitels echt heel sterk wijzen op Jure. Ik zeg namelijk al de hele tijd dat ik vanaf aflevering 1 Daniel verdenk. Maar ik heb afgelopen tijd even alle afleveringen teruggekeken. Ja, dat doe ik gewoon even. En dan vooral naar Jure, Soy en Daniel gekeken. En hierbij valt het extreem op, maar dan ook echt extreem op, dat Jure altijd op de goede positie staat en de molacties uitvoert. Bijvoorbeeld in aflevering 1 door het afgaan door het jurylid en dan de tekst te zingen Here Am I Now. Zo heette dat nummer. Dat was bijvoorbeeld, dat is al best een goede molactie in het begin van het seizoen. En als je dan naar Daniel kijkt, dan doet Daniel juist of helemaal niks, of hij doet juist de kleine molacties, maar haalt ondertussen wel echt extreem veel geld binnen. En dat vind ik zelf dan op dat punt, als je dat vergelijkt, dan zie ik Daniel natuurlijk wel als een betere mol. Maar Jure, die doet meer de molrol uitvoeren. En dan natuurlijk ook nog Soy, daar heb ik natuurlijk ook nog op gekeken. Het was erg verdacht in het begin van het seizoen. Bijvoorbeeld door zijn geklooi met de fotoopdracht. Dat ze foto's moeten maken. Hij maakt de hele tijd foto's verkeerd en zo. Maar voor de rest had hij alleen maar een beetje wat molachtig gedrag. Af en toe een bommetje droppen. Maar voor de rest ook niet zo heel erg veel. En dat is ook wel weer best wel misleidend. Abonneer snel om op de hoogte te blijven van alle wekelijkse Wie is de Mol hints en theorieën video's. Dan even twee theorieën over de stem van de mol. Heel veel stemvervormers hebben natuurlijk al geprobeerd dit te ontrafelen. Maar dat lukt natuurlijk niet. Ik denk zelf dat deze stem niet van de mol is. Maar juist van Rick. Toen Sarah in aflevering 1 namelijk een belletje kreeg van de mol, werd er gezegd dat de mol Sarah zou opwachten in de stalfabriek in Saldanha. In de aflevering hierna is te zien dat Sarah opgewacht wordt door Rick. Daarnaast kan je er ook nog iets anders aan koppelen. Er is zo'n shot dat je de naam van Daniel hoort geroepen wordt. En dan krijg je dat Sarah in beeld komt. Dat kan ook een soort van opwachten zijn. Maar die vind ik toch iets minder sterk in dit opzicht. Daarnaast heeft stemactrice Donna Vrijhoff ontdekt dat de stem geen slis bevat. Slis. En hierdoor zouden we theoretisch gezien Daniel en Ranomi af kunnen strepen. Verder denkt Donna zelf dat ze hiermee met een tong.r, Soy eruit kan halen. Even slim om natuurlijk ook bij te noemen dat zij zelf daarnaast heel erg op Daniel zit en juist niet Soy. Dus dit geeft ons wel weer even een, hoe zeg je dat? Een bijtunnel van, goh, Soy kan het eigenlijk ook nog best wel goed zijn. Het is natuurlijk een hele erge lastige theorie om hier natuurlijk 100% achter te komen of het echt klopt. Maar ik blijf erbij dat ik zelf denk dat we hier niet achter komen tot de bekendmaking van de mol. En dat is natuurlijk best wel jammer. Of nou ja,
Aan de ene kant is dat niet jammer, want dan kan je gewoon nog een beetje verder zoeken naar andere kandidaten. Dan nog even de totale biechttijden van de kandidaten. En dat is natuurlijk weer door WDM-hints-2023 op Instagram gedaan. En die zoekt dit elke week uit. Echt topwerk ook. Ranomi heeft in totaal 390 seconden biechttijd. Jurre heeft in totaal 698 seconden biechttijd. Daniel heeft in totaal 591 seconden biechttijd. Soy heeft in totaal 806 seconden biechttijd. En Anke had in totaal 564 seconden biechttijd. Nou, wat hieraan opvalt is dat Soy mega veel biechttijd heeft gekregen in deze aflevering. Maar liefst 251 seconden. Gevolgd door Jurre met 230 seconden. Daarnaast zit Soy met de biechttijd in totaal ongeveer 100 seconden meer dan Jurre, wat ook erg gek is natuurlijk. Het kan hierdoor dus zijn dat Soy gaat afvallen in de volgende aflevering. En verder valt nog op dat Ranomi juist de minste biechttijd van iedereen heeft. En die heeft 174 seconden minder dan afvaller Anke. Nou, wie zou hieruit dan de mol blijken? Hieruit zou je kunnen opmaken dat Soy niet de mol is en Ranomi juist veel meer de mol zou zijn. Aangezien de makers natuurlijk letten op hoeveel ze de mol laten vertellen in het spel. Ik moet wel heel even eerlijk zijn. Ik vind het seizoen tot dusver, na alle seizoenen die ik heb gekeken, het lastigste seizoen tot nu toe om de mol te ontmaskeren. En dat komt natuurlijk ook merendeels doordat de kandidaten zich allemaal als mol voordoen. Dus je moet eigenlijk gewoon afgaan op je intuïtie en je gevoel. Meepraten over wie is de mol en onder andere gezellige gesprekken over theorieën, hints en molacties. En dan kan je natuurlijk mijn WhatsApp-groep joinen en de link daarvan staat in de beschrijving. Ik hoop dat ik jullie daar zie, want het is een hele gezellige groepsapp. Dan nu weer even de podcasttheorie van El Niño wat duidelijker en helderder uitgelegd dan de vorige video's. El Niño zegt namelijk het volgende. In podcast 1 tot en met 5, dus aflevering 1 tot en met 5, dat alle kandidaten er één keer in zaten. Dat zegt hij of zij. Dus de kandidaten zitten allemaal één keer in podcast 1 tot en met 5. Heb je 10 plekjes, dat is logisch. Het klopt natuurlijk ook. Dan zijn er in podcast 6 tot en met 8, dus aflevering 6 tot en met 8, 6 plaatsen beschikbaar in de podcast, waarvan 5 overige kandidaten, zoals 2 afvallers en 1 finalist, die ook in een van de deze podcasten nabespreekt. Dan in podcast 9, dus de finale aflevering en tevens de laatste podcastaflevering, zitten dan de overige 2 finalisten. Je ziet al dat Daniel en Soy in podcast aflevering 6 zaten. In podcast aflevering 7 zaten Anke en Ranomi samen. En dan is de voorspelling van El Niño dat Jurre in podcast aflevering 8 zit als afvaller met finalist nummer 2. En dat zou dan een Soy of een Daniel moeten zijn. En dan in podcast 9 van aflevering 9 zit dan finalist 3. Soy of Daniel is dan die finalist nummer 3. En waarom een van deze twee? Een van deze twee zit dan in de podcast aflevering 8... En dan de andere in podcast aflevering 9. Ik hoop dat iedereen dit snapt en het een beetje duidelijk is. En dan zit in podcast 9 ook nog finalist nummer 1. En dat is dan volgens El Niño Ranomi. Doordat zij in podcast aflevering 7 samen met Anke aan het napraten was. Mocht je de hele theorie nog even nog net iets duidelijker zien en dan ook gewoon geschreven. Dan kan je de opmerking van El Niño zien in het community tabblad waar ik de comment van El Niño zou posten met het schema erbij die net in beeld was. Nou Tim, op wie zet jij Jan dan je punten? Ja, ik blijf mijn punten op Daniel zetten. Het is de dood of de gladiolen, zeg maar. Ik zit al vanaf aflevering 1 op hem, dus ik blijf lekker op hem inzetten. Ik denk ook wel enigszins dat hij de mol is of kan zijn. Al begin ik deze week te twijfelen over elke andere kandidaat. Ik zit een beetje in een crisis van dit denk, ja, Jurre kan het prima zijn, Soy kan het prima zijn, Daniel kan het prima zijn, Ranomi kan het prima zijn. Maar ja, daar kijken we natuurlijk even naar als de finalisten bekend zijn, dan kunnen we nog even rustig nabespreken. Het is in ieder geval heel erg lastig. El Niño zegt namelijk ook bijvoorbeeld volgens de theorie dat Jurre afvalt deze aflevering, vind ik te riskant. Dus daarom zet ik ook bijvoorbeeld... Is dat geen optie om mijn punten nu op Jurre te zetten. En ik zit toch al vanaf aflevering 1 op Daniel, dus waarom dat niet gewoon doortrekken? Ik denk zelf alleen wel dat Jurre juist wel in de finale komt, aangezien hij vol op Daniel zit. En Daniel zit zelf op Jurre, dus dan krijg je een mooie finale situatie. Dan hebben we nog even een paar gekke testresultaten van Ranomi, waardoor ze toch wel de mol weer kan zijn. Ze vult namelijk in meerdere testen volgens de montage op haarzelf in. Bijvoorbeeld vraag 14. Wat zat er in de envelop die de mol opende aan het einde van de opdracht in het Lord Milner Hotel? En hier antwoordt ze op dat de mol geen envelop opende.
Hier lijkt ze dus ook op haarzelf in te zetten. Daarnaast zet ze tijdens de aflevering met de grote bad-eend een vraag in op het groepje van 5 kandidaten, waaronder zij zelf, die de bad-eend naar boven moesten halen. Wat mij hier verder nog aan opvalt is dat Ranomi tijdens al deze testen volgens de montage en biecht op Soy zit. Soy zat in het groepje van de 5 kandidaten die de eend naar boven brachten. Daar heeft Ranomi op ingezet. Soy opende ook geen envelop in de opdracht met het Lord Milner Hotel. En Ranomi vult in een andere aflevering Soy in als antwoord op wie is de mol. Stel Soy is niet de mol, dan had Ranomi dus toch al afgevallen moeten zijn. Stel Soy is wel de mol, dan had Ranomi dus waarschijnlijk de finale samen met Soy. En ontmaskert Ranomi waarschijnlijk Soy als mol. Nog een andere optie zou zijn dat Ranomi in 5 afleveringen lang steeds niet de slechtste test had. Maar dat is een optie die we natuurlijk nooit te weten zullen gaan komen. Het is in ieder geval heel erg opvallend, haar testresultaten. Tot slot, om dan de video af te sluiten, nog wat van jullie reacties uit de vorige 2 video's. Allereerst de opmerking van Anne. Zij zegt, hoe kan het zijn dat Ranomi op Soy zit tijdens de testen en nog niet is afgevallen? En daarnaast is haar mol is ook Soy. Vind ik een hele sterke, daar hadden we het net over. Dan de opmerking van Dark Green Guy. Hij zet zijn punten in op Daniel en Jurre. Ik denk zelf dat die twee in de finale komen en dat daar dus een soort strijd in gaat komen. Wie zit er op Daniel en wie zit er op Jurre? En tot slot de opmerking van Mar. Hij vindt dat de biechttijden niet per se ergens op slaan. Dat mag je natuurlijk zeker vinden. Maar ik deel ze wel om een beeld te krijgen van hoe lang de makers een kandidaat in beeld delen met pure biechten. En hij zegt dat Daniel in zijn Twitter-bio al weken heeft staan dat hij de winnaar is. Al kan je het ook anders lezen. Erg leuk om dit zo te zien. En wie weet is hij uiteindelijk ook de winnaar. Nou, bedankt weer voor het kijken naar deze best wel informatieve en lange video. Abonneer snel mocht je dit nog niet gedaan hebben. En dan wens ik jullie ook een fijne jacht in aflevering 1. Tot de volgende keer en laters.